Hallo, ik ben Petra en ik wil het vandaag hebben over ADHD bij vrouwen. We denken vaak dat de diagnose ADHD er enkel is voor kleine, hyperactieve jongens en dit is een veronderstelling die ik met volle overtuiging durf tegenspreken. Meisjes, jongens, mannen en vrouwen, ook volwassenen dus, iedereen kan ADHD hebben. Nu, waarom is ADHD bij vrouwen dan minder bekend en waarom maken we eigenlijk het onderscheid? Of je nu man of vrouw bent, maakt toch niet uit, het zijn toch dezelfde symptomen. Inderdaad, maar toch is er een fundamenteel verschil in hoe deze symptomen zich manifesteren. Mannen zijn immers vaker hyperactief dan vrouwen en dat is in mijn ogen meteen het fundamentele verschil. Er zijn immers drie subtypes van ADHD. Het onoplettende type, het hyperactieve impulsieve type en het gecombineerde type. En uit studies blijkt dus inderdaad dat mannen eerder hyperactief zijn, terwijl meisjes of vrouwen eerder onoplettend of verstrooid zijn. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid en ik wou begrijpen waarom dit zo is. Er is duidelijk niet genoeg onderzoek naar gedaan, maar één idee is dat hormonen, zoals testosteron of andere hormonen, de ADHD-symptomen kunnen beïnvloeden en een handvol kleine studies suggereren zelfs dat het te wijten is aan biologische verschillen in de hersenen. En dan is er op een heel ander vlak de sociale omgeving die een belangrijke rol speelt. Een braaf meisje uit haar woede niet. Van meisjes wordt verwacht dat ze in het algemeen rustiger zijn en zich goed gedragen. Dus ja, we houden ons stil. Nu, vrouwen kunnen ook hyperactief en impulsief zijn, alleen is het minder opvallend. Het uitzicht vooral in wisselvalligheid, spreken voor men denkt, snel praten. We krijgen ook vaak het label kletskous of we worden gezien als chaotisch of opstandig. En het spreekt voor zich dat de link met ADHD niet onmiddellijk wordt gelegd. Bovendien ligt het in onze aard om te overcompenseren. We werken harder om erbij te horen en braaf te zijn. We gaan vaak tot het uiterste om ons lijden te verbergen. En dat verklaart volgens mij waarom ADHD bij vrouwen verkeerd of helemaal niet vastgesteld wordt. Dokters denken aan depressie of een bipolaire stoornis. Het gebeurt dan ook dat we zelf tot de conclusie komen nadat we bijvoorbeeld onze zoon of iemand in onze omgeving met ADHD hebben geobserveerd. Nu, wat zijn de gevolgen? Die zijn groot. Het is meestal ernstiger dan het lijkt. Na een lange geschiedenis van persoonlijk falen, verliezen we ons zelfvertrouwen en schamen we ons, wat resulteert in een laag zelfbeeld. Wanneer de symptomen uiteindelijk aan de oppervlakte komen, is het kwaad al geschied. Verslaving aan voedsel, eetstoornissen, chronische pijn, angst, burn-out en ja, men spreekt zelfs van depressie en zelfmoordgedachten. Nu, ik hoop in ieder geval dat deze video wat helderheid brengt. In volgende video's vertel ik meer concreet hoe ADHD zich bij mij en mijn zoon manifesteert. Het zijn mijns inziens vaker die onopvallende trekjes die je in eerste instantie niet in verband brengt met ADHD die het moeilijk maken. Ik hoop dat je wat inzichten hebt gekregen en als dat zo is, laat dan gerust een reactie achter. Als je deze video interessant vond, like het en abonneer je op mijn kanaal voor meer van dit. Tot de volgende keer. Hou je goed. Dag!